Het ministerie van Handel en Industrie, dat binnen haar beleid ook consumentenbescherming heeft, staat volledig achter de consumentenkring. Dit is ook de reden dat gisteren de lancering van het blad Consumentencourier van de consumentenkring op het ministerie heeft plaatsgehad. De vereniging die door de jaren heen heeft geprobeerd de consumenten bij te staan, heeft het niet altijd makkelijk gehad. Daarom is zij gisteren met een campagne begonnen om meer leden te werven. Albert Alijnen, voorzitter van de organisatie, gaf aan dat het een bijzondere dag was voor de consumentenkring. Zoals eerder gezegd is, de consumentenkring al een hele tijd timmert aan de weg. Maar wat we gemerkt hebben, is dat in de afgelopen periode, en iemand zei dat heel mooi, zijn we doodgeknuffeld. En wanneer ik zeg we zijn doodgeknuffeld, dan doe ik echt op, we kregen bijna alles gratis. En we hebben gemerkt dat dat een soort van gewoonte is gebleven. Wij hebben ook ons daar schuldig aan gemaakt. In zekere zin, omdat wij in de afgelopen periode via verschillende ministeries, verschillende bedrijven, ook de burger, consumenten, het blad hebben doen toekomen. Het werd voor hun betaald. Vanwege de economische crisis zijn zowel de regering als de bedrijven gestopt met het afnemen van het blad. Reden dus om zelf op pad te gaan. Alijnen heeft het ministerie van Financiën toestemming gevraagd om de organisatie bij de ambtenaren te promoten. Het blad wordt voor 10 SRD verkocht. HI-minister Siglien Burleson, die zich gisteren heeft geregistreerd als lid van de vereniging, benadrukte dat het ministerie zich bezighoudt met wetgeving en beleid voor bescherming van de consumenten. Ze juichte toe dat de consumentenkring een stukje eigen verantwoordelijkheid legt bij de consumenten. Het is heel mooi omdat wij van mening zijn dat de consumenten een belangrijke rol hebben in het versterken van hun eigen positie. En wanneer dat samen kan, georganiseerd, waarbij u kennis en informatie kan krijgen, doordat een civil society organisatie, de consumentenkring in dit geval, een voorgoede rol wil nemen, dan denk ik, laten we dat met z'n allen, want wij zijn allemaal consumenten, laten we dat met beide handen aangrijpen. Natuurlijk ben ik uitgenodigd om lid te worden. Maar er is nog meer. Ik heb enkele maanden terug gezegd, bij meerdere gelegenheden, het ministerie heeft verschillende doelgroepen, verschillende constituencies. De doelgroepen van het ministerie zijn de ondernemers en de consumenten. Beide groepen moeten op de juiste wijze geïnformeerd worden. Het ministerie is daarom heel blij met het initiatief van de consumentenkring. De bewindsvrouw sprak de hoop uit dat alle consumenten lid zullen worden van de vereniging. HI zal er ook voor zorgen dat de bescherming van de consument ter hand wordt genomen.